Leuk dat jullie allemaal aansluiten vandaag. Mijn naam is Suzanne van Hees. Ik werk als onderzoeker bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Bij het lectoraat arbeidsdeskundigheid. En ook als science practitioner bij Tilburg University. Waar ik promotieonderzoek doe naar dit onderwerp. Wat gaan we doen vandaag? Ik zal even wat verder. Ik laat zo meteen zien waarom we dit onderzoek doen. Dat zal toegelicht worden door bijzonder lector arbeidsdeskundigheid Shirley Omers. Haar naam is hier even verdwenen, maar je ziet haar zo in het filmpje. En ook, zij is ook aanwezig vandaag bij deze webinar. Zij is initiatiefnemer van dit project. En andere betrokken onderzoekers van dit project en ook mijn promotieonderzoek waren... zijn professor Roland Boulonk, bijzonder hoogleraar arbeidsdeskundigheid, en Bovien Carrier, senior onderzoeker van het lectoraat arbeidsdeskundigheid, ook van de HAN. En de subsidieverstrekker van dit project en ook dit onderzoek is Instituut GAK. Nou, ik neem jullie mee naar Shirley. Uitvallen vanwege psychische klachten zoals depressie of een burn-out, dan volgt er heel vaak een langdurig en kostbaar traject. Dus het is heel belangrijk, ook voor werkgevers, om op tijd in te grijpen. Bijvoorbeeld als er signalen komen van collega's dat het niet goed gaat, of als een medewerker zelf aangeeft dat het niet meer gaat. En de rol van de leidinggevende is daarbij essentieel. Ziekteverzuim drukt ook vaak heel erg op de organisatie. Betekent vaak ook heel veel voor de collega's die dat werk moeten opvangen, waardoor hun werkdruk ook weer hoger wordt. En het is vaak heel lastig voor medewerkers om, om daarover te praten. Dus met name die rol van die leidinggevende om dingen bespreekbaar te maken en op tijd te signaleren is heel erg belangrijk. En dit project moet bijdragen aan meer inzicht in hoe die werkgever dat dan kan doen. Nou, kort samengevat houdt dat in dat de onderzoeksdoelen van dit project is het werkbehoud bij werkenden met psychische klachten. Dan hebben we het over mensen die last hebben van depressie, van stressgerelateerde klachten of angstgerelateerde klachten. En we richten ons daarbij zowel op leidinggevenden, om met behulp van de handreiking de handelingsbekwaamheid van leidinggevenden te vergroten. En anderzijds is het doel van dit project om arbeidsdeskundigen te versterken in hun preventieve dienstverlening bij werkgevers. En daarin willen we onderzoeken of het eerder spreken over passend werk voordat iemand uitgevallen is, ook helpt om ziekteverzuim te voorkomen. Nou, de handreiking waar we het vandaag over gaan hebben is voortgekomen uit een 4-jarig onderzoeksproject waarin in heel veel stappen zowel met werkgevers als arbeidsdeskundigen gesproken is in meerdere sessies hoe deze handreiking eruit kan zien. De inhoud hiervan is op basis van een uitgebreid literatuuronderzoek, wat gaat over helpende factoren om te blijven werken, groepsgesprekken met werkgevers, met arbeidsdeskundigen en andere arbo-professionals. En we hebben ook interviews met deze mensen gehouden en ook met werkenden met psychische klachten zelf, om vanuit hun ook te horen wat nodig is om aan zo'n handreiking toe te voegen. Nou, deze handreiking is een online product uiteindelijk geworden. Hier rechts laat ik een kort overzichtsplaatje zien, maar ik ga jullie dadelijk ook meenemen naar de website. En zoals Lisa al noemde, deze presentatie ontvang je online terug van ons. Dus de linkjes die hierin staan, die kun je ook gebruiken vanuit de online presentatie. Nou, de website is opgesteld op basis van 5 handvatten die ik jullie dadelijk laat zien. Maar omdat uit het onderzoek bleek dat ook werkgevers, vooral leidinggevenden, het handig vonden om ook een PDF-versie te hebben, die ze bijvoorbeeld op hun bureaublad kunnen plaatsen. Zodra er een voorbereiding is voor een gesprek met iemand, kun je ook snel even die PDF-versie erbij pakken. Zo hebben we het voor beide, voor ieder wat wils gemaakt. En daarnaast is er een werkwijze voor arbeidsdeskundigen ontwikkeld. Die is ook te downloaden op de website. En deze wordt nog doorontwikkeld om voor een bredere groep arbo-professionals gebruikt te worden.
Nou, dan laat ik jullie de handreiking zien. Zoals ik al zei, dit is een online product. Dit is dus even een screenshot van de website. De basis van deze handreiking gaat over jouw aanpak als leidinggevende. Zodra je een signaal krijgt of van andere signalen krijgt, of van de medewerker zelf, dat er mogelijk sprake is dat het minder goed gaat met iemand. En deze aanpak is van links naar rechts gebaseerd eigenlijk op de reis die de medewerker voordat diegene uitvalt doorloopt van beginnende signalen en veranderend gedrag op het werk wat zichtbaar is, tot en met helemaal rechts dreigend verzuim. Nou, wat hebben we geprobeerd om in meerdere lagen van heel snel te lezen, zoals dit, tot een verdiepingsslag, leidinggevende handvatten te geven met suggesties van acties die je kan overwegen in je voorbereiding op een gesprek of in je reflectiemoment waarop je denkt van nou, hoe kan ik nou voorkomen dat deze medewerker uit gaat vallen en hoe kan ik vooral zijn welzijn en werkplezier bevorderen, ondanks dat psychische klachten mogelijk het werk beïnvloeden. Daarin staan de basisbelangrijkste tips onder elk handvat hieronder benoemd. Neem ze later op een moment eens rustig door. En daarop kun je dan doorklikken waarin we een uitgebreide aanpak omschrijven. Nou, voor vandaag heb ik gekozen om handvat 4, zoek samen naar werkaanpassingen, wat uit te lichten. Dat is er ook eentje die ook wel heel erg aansluit bij passend werk, de expertise van de arbeidsdeskundige. Waarin we voor de leidinggevende hier 3 acties heel kort noemen. Vraag wat de medewerker wel kan en hiervoor nodig heeft. Zet ook in op korte termijn acties. En maak heldere werkafspraken en evalueer deze. Dus klikkend op de website kun je vrij snel zien wat je in eerste instantie kan doen. En voor de leidinggevende, maar ook de arbo-professional die hierover in gesprek gaat met de leidinggevende, kun je dan doorklikken naar meer hierover en dan lees je met leestijd eerst in het kort iets meer dan je net las over wat je kan doen. En daarna gaan we uitgebreid in op situaties die je kent, op acties die je kan overwegen, dilemma's die je als leidinggevende kan treffen en ook mogelijke oplossingen hiervoor. We raden je aan om zo vrij te zijn. De website is publiekelijk toegankelijk om daar gewoon eens in rond te gaan neuzen. En eens kijken welke je daarin ook aanspreken. En waar je ook denkt dat je eigen ruimte voor verbetering, maar ook bevestiging dat je misschien al heel goed bezig bent als leidinggevende, waar die ruimte precies zit. Dan hebben we gekeken naar de interventie die bestond tijdens het onderzoek uit de handreiking natuurlijk. Daarnaast gaf een arbo-professional 1 introductiebijeenkomst aan een klein groepje leidinggevenden. En omdat we allemaal weten dat we alleen met zo'n website er zeker niet komen richting gedragsverandering en versterking van ieders aanpak, hebben we arbo-professionals 3 keer maandelijks begeleidende gesprekken laten voeren met leidinggevenden. Dat deden zij of in een kleine groep of 1-op-1. En daarna, 3 maanden later, dus in totaal 6 maanden later, hebben we nogmaals geëvalueerd hoe de leidinggevende en de arbeidsdeskundige met de handreiking gewerkt hebben. Hieraan deden 23 arbeidsdeskundigen mee, 19 organisaties en 92 leidinggevenden, waarbij elke arbeidsdeskundige gemiddeld 2 tot 6 leidinggevenden begeleiden. Heel kort, de tijd vliegt, de opbrengst van de handreiking evalueerden we met een vragenlijst en met interviews. We zagen een verbetering na 3, maar vooral na 6 maanden van het zelfgescoorde gedrag van leidinggevenden, waarin zij zich de aanpak van de handreiking eigen hebben gemaakt. We zagen een verbetering in het eigen vertrouwen dat een leidinggevende ervaart en in de vaardigheden om bijvoorbeeld met medewerkers in gesprek te gaan. Uit de interviews haalden we dat leidinggevende voor meer dan de helft van de leidinggevende aangeeft, zeker met arbeidsdeskundigen,
vaker in gesprek te gaan over preventie, meer bewustzijn te ervaren over hun rol en mogelijke invloed die ze hebben als leidinggevende, onderling door deze interventie meer zijn gaan sparren met collega-leidinggevenden. Dat vonden we ook een verrassend inzicht. En dat leidinggevenden meer inzicht op interventies en acties ervaren wat ze uit de handreiking en van de coachende gesprekken met de arbeidsdeskundigen opgepikt hebben. Nou, tussen aanhalingstekens, wat waren nou de lasten? Heel kort, het gebruik van de handreiking is kosteloos. Maar deze begeleidende gesprekken met een arbo-professional, met de leidinggevende, die kosten natuurlijk tijd en dus ook geld. Maar dat betaalt zich al snel terug. 3 uur, waarbij je dus 3 keer maandelijks met elkaar spreekt, zoals wij ook onderzoekt hebben. Wat zich vertaalt in 250 tot 400 euro, staan gelijk aan de gemiddelde kosten van 1 zieke medewerker per dag. Nou, dat in een vogelvlucht, want we horen vooral graag uit de praktijk van de mensen die gewerkt hebben met de handreiking, hoe hun ervaringen waren. Als laatste wil ik nog kort even noemen dat de HAN momenteel een post-HBO-training ontwikkelt voor HR-professionals en arbo-professionals. Dat is nog echt in de ontwikkel- en ook pilotfase over het werken met deze handreiking in je organisatie. Mocht je geïnteresseerd zijn, mag je me altijd even mailen.